D4D geeft technologieprojecten in het zuiden een boost. Slimme mensen linken slimme verlichting aan slimme steden. De eGov Awards erkennen de best online initiatieven van de regering. Ons openbaar vervoer gaat van licht naar donkergroen. En 2018 wordt een absoluut topjaar voor de Belgische ondernemingen. Hallo en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ambition Channel. Sta ons toe weer heel wat spannende technologische ontwikkelingen in de spotlights te zetten. Eerst trekken we naar het zuiden met D4D, oftewel Digital for Development. De missie: digitale projecten in ontwikkelingslanden een duw in de rug geven. D4D is een initiatief van Close the Gap en Agoria. En die eerste zijn al sinds 2004 bezig met het verkleinen van de technologische kloof tussen Noord en Zuid. Zo, van het zuiden nu terug naar eigen land. En nu mogen de lichten welkomen. En we laten ze verschijnen voor een klein complimentje aan enkele slimme mensen die ons letterlijk het licht laten zien. Hoezo? Wel, probeer jij dit vraagstuk eventjes op te lossen. Hoe versterken we het digitaal netwerk in steden op zo'n manier dat het groeiend aantal geconnecteerde toestellen kan blijven ondersteunen? Het antwoord is niet simpel, hè? Gelukkig hebben Huawei en Schrader de Shuffle Sight. Deze discrete en mooie lantaarnpalen geven niet alleen licht, ze passen ook nog eens perfect in het straatbeeld. Maar er is nog meer. De multifunctionele zuilen functioneren namelijk ook als antenne en kunnen dienen als wifi hotspot, oplaadpunt voor elektrische wagens, videoprojector en nog veel meer. Strafkis. En wie werkt er onder andere in die intelligente steden? De vrouwen en mannen van de administratie. Die moeten er ook zijn. En die verdienen ook erkenning voor hun werk. De Agoria eGov Awards bekronen de beste digitale projecten van de overheidsdiensten. De criteria om een award in de wacht te slepen: het project moet het werk efficiënter maken en het leven van de inwoners versimpelen. De grote winnaar dit jaar was het project Lage Emissiezone Antwerpen. Ja, jullie weten het, of jullie weten het niet. De stad Antwerpen bandt de oude en te vervuilende wagens uit het centrum. Geïnteresseerd? Doe de test voor jouw wagen op deze website. Nu, die wagens die zijn natuurlijk niet het enige verkeer op de baan. Ook het Belgisch openbaar vervoer werkt volop aan meer duurzame oplossingen om jou met een nog beter geweten de bus of trein te laten opstappen. Zo zal de lijn vanaf 2019 enkel nog nieuwe bestellingen plaatsen voor elektrische of waterstofbussen. In Brussel wil de MIVB dan weer tegen 2030 alle bestaande bussen vervangen hebben door hun elektrische opvolgers. Deze lovenswaardige ambities kunnen de maatschappijen realiseren dankzij de bedrijven in ons land die echte experten zijn geworden in het domein. Zowel VDL Group als Van Hool specialiseren zich in ecologische en hybride oplossingen voor het openbaar vervoer. En met dit prachtige nieuws sluiten we de eerste Ambition Channel van 2018 af. Ik hoop dat je geweldige feesten hebt gehad en helemaal klaar bent om met volle goesting het nieuwe jaar in te duiken. Het belooft alleszins een topjaar te worden voor de Belgische technologiebedrijven met goede economische vooruitzichten en uiteraard veel nieuwe jobs. Hoe hou je dat nu allemaal in de gaten? Door je te abonneren op Ambition Channel natuurlijk. Ik ben alvast benieuwd wat ik je allemaal ga kunnen vertellen de komende maanden. Tot de volgende, tot Ambition Channel.